Waterman, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 14. En dat is van maandag 30 maart tot en met zondag 5 april. Dan zal ik kaarten schudden voor de Waterman om te kijken wat deze week gaan brengen. Dan lijkt het Waterman of week 14 voor jou iets gaat brengen waar je in het begin het allemaal maar ontzettend moeilijk vindt. Je weet het allemaal niet aan te pakken. Althans, dat denk je, want ik heb het gevoel dat je heel goed weet hoe je dingen aan moet pakken. En je zult dan ook merken dat er een bepaalde verandering gaat komen. Je gaat gewoon door, je laat je van je positieve kant zien. En dat zorgt ervoor dat er hele mooie samenwerking mogelijk is. Je zult ook echt merken dat je ergens heen gaat. En dat er eigenlijk allerlei mooie plannen op je pad gaan komen. En ergens heb ik het gevoel dat je het heel erg bij een ander neerlegt, terwijl jij degene bent die heel erg actief daarin kan zijn. Terwijl jij degene bent die een bepaalde opzet zet, leg je het eigenlijk toch bij de ander neer en geef je de ander misschien ook wel de kredieten voor. Maar het lijkt echt een stuk te zijn wat je heel erg zelf hebt neergezet en waar deze week nog meer actie uit gaat komen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.